afdeling psychiatrie van het Radboud UMC is onlangs grondig gerenoveerd. Redenen voor de renovatie waren onder meer dat de kamers te klein en donker waren en de 25 jaar oude afdeling erg gedateerd was. Daarnaast kunnen er vanaf nu ook patiënten worden opgenomen met naast psychische problemen ook lichamelijke klachten. Daarom heeft het Radboud UMC de isoleercellen in de ban gedaan. Dit alles valt binnen het concept Healing Environment. Het hele idee wat we hebben omarmd met dat Healing Environment is dat je probeert de ruimte zo te creëren dat de mensen die daar moeten herstellen zo goed mogelijk herstellen. Nou, dat vraagt bijvoorbeeld bij de psychiatrie omdat mensen ruimte hebben, het gevoel kunnen hebben toch hun autonomie te behouden, ondanks dat ze psychiatrisch in de war zijn, dat de mensen mogelijkheden hebben tot contact met anderen. Licht speelt een belangrijke rol. En patiënten hebben vanuit hun kamer zicht op Healing Gardens. Niet alleen het licht, want het licht is hier heel erg over nagedacht. Het is een combinatie van daglicht en kunstlicht, maar het is ook heel erg verspreid over de ruimtes. We hebben ervoor gekozen dat je lange afstanden kan kijken en door die lange afstanden ook weer naar buiten kijkt. Er is ook rekening gehouden met de tuinen die om het gebouw heen worden aangelegd. En zo kijk je dus vanuit die lange gangen, maar ook vanuit elke kamer kijk je op de tuinpartij. Patiënten ervaren isoleercellen vooral als beangstigend en kil. Daarom is nu gekozen voor sfeervolle en ruime kamers. Mensen krijgen een eenpersoonskamer. Die eenpersoonskamer die is in principe dicht, maar ze krijgen een badge zoals wij die ook hebben. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze de kamer openen. En ze kunnen dus heel gedoseerd meer of minder contact hebben. En je hebt inderdaad gelijk, sommige mensen willen een aantal dagen echt absolute rust hebben, of wij willen dat ze die rust hebben. Die rust kunnen ze krijgen, maar dat krijgen ze dan wel op een kamer met een ramen waar ze naar buiten kunnen kijken en een kamer die er gewoon uitziet als een ziekenhuiskamer. De separeercellen zijn nu verdwenen. Vraagt dat extra training van de verpleegkundigen en de artsen? De verpleging is heel erg getraind natuurlijk in de psychiatrie, maar nu ook nog weer extra, omdat we het nu gaan werken zonder die separatiemogelijkheden, om daarmee om te gaan. Dus dat zijn allemaal, zeg maar, omgangstechnieken die de verpleegkundigen en ook de dokters hebben aangeleerd om met extra onrustige mensen om te gaan. Met suïcidale patiënten zijn we sowieso al heel erg gewend om om te gaan. En wat de mogelijkheid is om inderdaad toch die veiligheid op die kamer te kunnen zoeken en geleidelijk aan weer onder de mensen te gaan verkeren op het moment dat dat mogelijk is. Maar dan kom je op een unit waarmee je niet meteen op de hele afdeling komt, maar een unit van bijvoorbeeld 4 kamers bij elkaar. Ook is het voor familieleden mogelijk om te blijven logeren op de kamer bij de patiënt. Dit omdat is gebleken dat familieleden een belangrijke rol spelen in het herstelproces. Het kan zijn dat familie een slechte invloed heeft tijdelijk op de patiënt, maar het kan ook zijn dat de familie een goede invloed heeft. En het kan ook zijn dat de slechte invloed weer overgaat in een goede. En dat moet je eigenlijk als dokter goed in de gaten houden, als psychiater en als verpleging. Wanneer en wanneer niet je patiënten blootstelt of samen laat zijn met familie. Dat bespreek je natuurlijk ook met familie. En ja, dat is een soort kwestie van ervaring om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Kijk, in zijn algemeenheid is iedereen natuurlijk gesteld. En het hoeft niet eens in 3 familie te zijn, maar wie zijn nou je meest naaste? Dat kan ook vrienden zijn, dat kan ook een partner zijn. En dat zijn eigenlijk de mensen die we in ieder geval toch zo goed mogelijk in contact willen laten zijn met de patiënt. De eerste patiënten nemen hun intrede op 17 februari.